49e editie. Dus meneer de voorzitter, Bart Wouters, tot zover een tevreden man? Tot zover een tevreden man, absoluut. Ja, Weer, ja dat... Worsten naar Clara gebracht, ja dat kennen we hier in Breda, maar dat zegt jou misschien niks. Maar dan moeten we even naar Meersel Dreef een worst brengen. En dat staat voor goed weer, hè? Althans dat hopen we. Maar het is wederom gelukt. Wederom gelukt. En goede sfeer in de stad, goede muziek in de stad. Ja, blij. Ja, hoeveel acts heb je? Dat is in de honderden, hè, wat je geboekt Zeker, hebt. Ja. 225 concerten in 4 dagen op 22 podia. Dus... Nou, tel even mee. En dan zit dus naast jou een van de mannen die onderdeel uitmaakt. Want jij wilde heel graag Drew meenemen. Waarom, ja. Bart? Nou, Drew speelt al, heeft al 9 keer in de afgelopen, nou ik denk 11 jaar, op Breda Jazz Festival gespeeld. In diverse formaties. Ja, en dijk van een saxofonist staat garant voor een feestje. Echt jouw stijl muziek. Echt de swing, jive, jump, boogie. Ja, die kan ik op dansen. Ja, absoluut. Ah. Absoluut. Dus... Nee, ja, dus we zaten net een kopje koffie te drinken en ik vroeg aan Drew, heb je zin om even mee te gaan? En dat wilde hij onmiddellijk natuurlijk. Dat is mooi, hè, met Breda Jazz. Alles kan, zo werkt dat. Alles kan samenwerken. So, Drew, hello there. Drew hello. From the UK. Drew Davis, and you've performed with Wax & Boogie yesterday. Exactly, yeah. And today, but that's a bit of a story, want Wax & Boogie is een Spaanse band, maar dan wel met een Engelsman en die woont in Frankrijk. How did it come that an Englishman happened to team up with folks from Spain? Well, there's a wonderful band in Barcelona called the Barcelona Big Blues Band, and I came as a guest to Barcelona. This is a big band that plays in the same kind of style as Brian Setzer, maybe. Okay. And so I spent a lot of time in Barcelona, which is a beautiful town. Oh, very best cocktail bar is vibrant, in Barcelona, by the way. Milano is beautiful town. Jazz. And so I met Wax & Boogie, who are a lovely band, lovely people, very. Very warm people, and they invite me as a sax player to come to Barcelona to play with them. And now you're over here, but it's not, you're not in their inventory always. No, not always. They play with different people, yeah. But this is going to be a very good year for me and Wax & Boogie, because we have many, many concerts together over the year. Hij zei al van, het wordt een goed jaar, omdat we veel concerten doen en het was zo hartstikke gezellig in Barcelona. Ik ontmoette ze daar terwijl ik met een big band speelde en kon vervolgens nog gewoon een stukje meedoen ook. But now you live in the Champagne region. Exactly, the Champagne region of France. 20 years. Lucky you. Oh yeah. Oh, that's why you're looking so healthy. Dus gewoon hij groeit op, hij poetst zijn tanden met champagne, denk ik. Oh yeah. You're brushing your teeth with champagne. Exactly. Is that the trick? Exactly. Oh, good. Dan moeten wij aan ons dieet toe gaan voegen, Bart. Dat vind ik ook. Dat wordt dan echt ook wel. But you've been to Breda Jazz before. I've been to Breda. So you said Wax & Boogie, it's going to be fun. Yeah, it's a great band for Breda because when we see the people dancing and having a good time, this is the band that, you know, people like to boogie and to dance to. And there's so many bands, like I've come with so many bands that are like Wax & Boogie. Yeah. From 2008 maybe was the first year when I discovered the Breda Festival, and it's like, wow, so many people and such a good atmosphere. The beer, the music, the size of the festival is it's huge. So big. Yeah. Hij zegt, het is zo groot. Hij is er nu sinds 2008 dat hij er kennis mee heeft mogen maken. En hij zegt, met een biertje in de hand en dat bevalt me goed. Nou Bart, dit moet jou toch als muziek... Je hebt een goede ambassadeur gevonden ook. Want die vertelt het natuurlijk verder tegen andere mensen met wie hij speelt. Daarom heb ik hem meegenomen natuurlijk. Ja, nee, het is een goede ambassadeur. Dit is precies wat hij zegt. Het is een enorm groot festival. Veel muziek, een lekker pilsje en een hele hoop muzikanten die elkaar tijdens het festival ook leren kennen. Samen spelen in de nachtelijke uurtjes nog. Ja. En ja, er ontstaat een fantastische sfeer. En dat is wat het moet zijn. Those night hours, they're beroemd en berucht over hier. We have Café De Keizer, hè? And they have the after hours jam sessions. Yeah. In the hotel. Oh, yeah. Did you do them also, Drew? Not this year. Not this year. Too I'm busy, getting old. Maybe. I need my sleep. Yeah. But in previous years, I've met so many good musicians in the jam session. Yeah. And there's been... some people that maybe we won't see again, like Lilian Boutet, who was in the jam session maybe 5-6 years ago, and now she no longer plays. But this is memories of a great place. And made in Breda Jazz. Made hope in Breda. To see you many times in the future. I hope so too. As they hope to
do this many times more. And what's now, Drew, over to, I believe you have to get out of Breda tomorrow, yep, right? Tomorrow morning. Not yet. Hey, tonight, okay. I have one more concert. Tonight one he's playing, concert. So if people want to see him, as mensen nog willen zien, where are you playing tonight? Which? You got the main stage, it's like the little stage in front of the main stage. Oh, okay. Grote Markt nog steeds dan, bedoelen we denk ik. Yeah, the stage on the board up, it's like in front. Oh, Spanjaard. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Bij de huiskamer, bij de oude visafslag. Dus aan de haven. Ja. En anders check je gewoon eventjes Breda Jazz Festival.nl. Dan vind je het hele programma. Drew, thank you so much. En Bart, ik wil nog even doorpraten. Want hey, een mooie editie en een 50ste editie. Dus zit er aan te komen. Dus er zullen ook vast wel weer wat plannetjes voor zijn. En hoe regel je dat allemaal? En heb je genoeg vrijwilligers en dat soort dingen? Gaan we het straks nog over hebben. Breda Nu.